Ik ben in Ransdaal bij Bonlieu. En Bonlieu is een biostatisticien. En dit is de eigenaresse, Roanne. Daar gaan we straks even nog mee praten. En ik doe eerst even een rondje voordat ik met Roanne Gerards praat. Laat ik jullie even de salon zien. Dit is een heel mooi oud pand. Want als je hier aankomt, dan zie je meteen, het valt op. Volgens mij is het een boerderij geweest, maar dat ga ik straks even aan Roanne vragen wat het is. Dit is de kapsalon. En ze heeft ook nog een heel mooi product, dat is La Biostatiek. Daar kun je dus heel veel probleemoplossende behandelingen mee doen. Maar ik laat eerst even de kapsalon zien. Chic is het. Ik vind het chic hier. En dit is blijkbaar nog niet allemaal af. Wat ik tot nu toe begrepen heb. Daar zijn twee behandelstoelen. Dat zijn massagestoelen. En hier is een behandelplaats voor schoonheidsbehandelingen. En boven, maar daar kom ik nu even niet. Boven is ook nog een ruimte waar je lezingen kan geven, bijvoorbeeld. En dit is nog een aparte plaats die zij heeft als er moeilijke, als er probleemoplossingen zijn, zodat je met een klant ook apart kunt zitten. Dit is de eigenares, Roanne Gerard. Roanne, ik vind het mooi hier. Dankjewel. Graag gedaan. Vertel eens even, dit is een boerderij geweest ooit? Een carréboerderij. Carréboerderij? Ja. En daar heb je nu je kapsalon in. Klopt. Nee, het is meer dan een kapsalon natuurlijk, wat ik tot nu toe gezien heb. Vertel eens even aan onze luisteraars hoe dat allemaal gegaan is. Ik had eerst een andere salon, die heb ik 5 jaar gehad. Hier? Nee, in dit dorp. In Rans. In Ransdaal. Dan. En toen ben ik, omdat ik met het merk La Biostatiek ben gaan werken, wat heel mooi is en die ook veel meer dingen hebben naast het kappersvak. Hè, dus ook schoonheidsbehandelingen, extra hoofdhuidbehandelingen. En ik vind het heel belangrijk met hoofdhuidbehandelingen dat we een aparte ruimte hebben vanwege de privacy van onze klanten. Ja. En dan is het gewoon heel erg fijn als je ook de ruimte hebt. Vandaar zijn wij naar dit pand verhuisd. En hier hebben wij genoeg ruimte met een eigen parkeerplek, wat heel erg handig is. Dus als klanten bij mij in de zaak komen, dan hoeven ze niet naar een parkeerplek te zoeken. Ze kunnen gewoon achterom rijden. Ja, schriant. En hebben eigenlijk een mooie parkeerplek en een mooie ruimte. Fantastisch. Ja. En het merk is ook interessant. Het is ook een merk waar je echt problemen mee op kunt lossen. Als je hoofd-huidproblemen hebt of huidproblemen, kun je niet alleen haarproblemen oplossen, maar ook andere problemen. En ja, je moet natuurlijk de klanten hebben die dat ook waarderen. Ja. Maar die heb je waarschijnlijk of die krijg je. Ja, en het gaat ook een beetje vanzelf. Ja. Klanten lopen tegen een probleem op en uiteindelijk ga je dan daarmee aan de slag en je gaat kijken wat kunnen we ermee. En we gaan het zo goed mogelijk proberen op te lossen. Als het niet kan, dan zeggen we dat natuurlijk ook, maar eigenlijk meestal kunnen we dat wel en kunnen we er eigenlijk iets heel moois van maken. Ja. Het is niet alleen met hoofdhuidproblemen, maar natuurlijk ook met het probleem van het haar. Is het haar heel droog, kunnen we er iets mee. Dus eigenlijk de kwaliteit van het haar van onze klanten is gewoon helemaal super en helemaal top. Ja, fantastisch. Ja. En wat ik gezien heb, voor mij is dat af wat ik zag, maar ik hoorde jou nog even vertellen. Ja, we gaan nog veel verder. Ja, klopt. Ik zit hier nu vanaf mei. En toen waren er, toen ben ik eigenlijk, hadden we genoeg aan de verhuizing en het verbouwen hier om het te maken zoals het nu is. Maar ondertussen zijn er weer nieuwe plannen. Ik ben zelf bezig met de opleiding schoonheidsspecialist ondertussen om ook in het, met de huid van het gezicht die oplossingen te kunnen bieden in de toekomst. Vandaar hebben we weer een schoonhuidcabine nodig. En die komt, waar nu de massagestoelen staan, daar komt die schoonheidscabine. Mm-hmm. En die massagestoelen die verhuizen dan weer en de massages die gaan naar boven.
Dus ja, we gaan eigenlijk een beetje schuiven. Ja, nou, interessant. Leuk, Lorne. Ja. Dit was het verhaal tot nu toe van Bonlieu in Randstaal. En ja, ik heb het gevoel dat ik hier nog een keer kom, omdat je weer met iets bezig bent en weer dingen veranderd hebt. Oké, bedankt. Graag gedaan.